Welkom bij deze algemene examentraining voor natuurkunde. In deze examentraining ga ik met je kijken naar uh, wat er wordt getoetst op het examen. Dat is wel handig als je je goed wilt voorbereiden. Ik geef je een aantal gouden tips voor natuurkunde die je voor alle onderwerpen kan gebruiken. En we kijken even naar waar je eigenlijk punten voor krijgt. Er zijn een paar algemene dingen en het is handig als je dat weet en uh, dat je daar kan letten bij het geven van je antwoord. Dan zijn er ook examenwerkwoorden. Dat zijn werkwoorden die vertellen wat voor soort antwoord je moet geven op een vraag. En een aantal tips voor als je vastloopt. Dan uh, laat ik zien uh, hoe je verbanden kunt afleiden. Dat uh, vinden jullie vaak moeilijk, verbanden afleiden. Uh, maar er zijn een paar stappen die je kunt volgen om toch een heel eind te komen. En een ander onderwerp dat ermee te maken heeft is het afleiden van eenheden of eenhedenbeschouwingen. Het is handig als je bij deze examentraining even je bina's pakt, een stuk papier. Uh, en een rekenmachine, dan kun je zo af en toe uh, meedoen met, uh, met de oefeningen die ik laat zien. Nou, ten eerste, wat wordt er eigenlijk getoetst op het examen? Het is goed om te begrijpen dat het examen bestaat uit uh, een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen. En dat centraal schriftelijk examen, dat is waar je je nu voor gaat voorbereiden. Nou, sommige onderdelen heb je al afgesloten op het schoolexamen, het SE. En het schoolexamen, uh, dat zijn dus een aantal onderwerpen die uh, niet meer terugkomen op het uh, centraal schriftelijk. Alle formele informatie vind je op deze website www.examenblad.nl. En belangrijk daarin is de syllabus. Dat is een uh, document met alle domeinen en eindtermen per domein. Uh, ik zal nu even laten zien hoe je daar komt en wat je daar zoal in kan vinden. Als je naar examenblad.nl gaat, kies dan eerst voor het jaar waarin je examen doet. En voor het niveau waarop je examen doet. Dus klik hier op VWO. En dan kun je kiezen voor het vak waarin je examen doet. En bij de exacte vakken vind je natuurkunde. Dan vind je uh, informatie vak specifieke informatie die is meer voor je docent. Maar daaronder staat de examenstof. Het examenprogramma is een heel kort overzicht van alle onderdelen die in het examen getoetst worden. En in de syllabus daar kun je alle Domeinen en eindtermen van het examen vinden. Als je nou naar een eerder jaar gaat, bijvoorbeeld 2020, toen was er geen examen, dus dan gaan we nog een jaar terug, 2019, dan vind je voor het eerste tijdvak en het tweede tijdvak de opgave en het correctievoorschrift van het examen. Zo kun je dus oude examens terugvinden en oefenen. Let wel op dat als je naar een heel oud examen gaat, dat het examenprogramma misschien toen anders was en dat er andere dingen getoetst werden. Nou, twee andere handige websites die je kunt gebruiken bij de voorbereiding van je examen zijn Mijnexamen.nl en LerenvoorHetexamen.nl. Je vindt ook daar de eindtermen terug en een aantal recente uh, examens om mee te oefenen. Oké, okay, wat zijn nou de domeinen die op het centraal schriftelijk worden getoetst? Als je de syllabus opent op een van de eerste pagina's, daar vind je dan uh, deze hele grote tabel. In deze kolom staan alle onderwerpen die in het centraal examen uh, getoetst moeten worden. En deze gele onderwerpen, die vallen daar dus niet onder. Bijvoorbeeld eigenschappen van stoffen en materialen, maar ook kern- en deeltjesproces of relativiteit. Die komen dus niet terug op het examen en die haal ik hier eventjes weg. Dit blijft er dan over. En uh, die domeinen, uh, golven. Uh, beweging en wisselwerking en de subdomeinen, bijvoorbeeld informatieoverdracht, kracht en beweging, die, uh, ja, die komen dus terug op het examen, maar die hebben ook te maken met de hoofdstukken in het boek dat je gebruikt. En in Nova Natuurkunde zijn dit de hoofdstukken die bij deze domeinen horen. Let dus op dat het vaardigheden domein, uh, domein A, niet een eigen hoofdstuk heeft, omdat het om vaardigheden gaat en die vaardigheden komen overal in alle hoofdstukken terug. Nou, een voorbeeld van uh, de eindtermen die je kunt vinden in de syllabus. Ik heb even uh, het domein B1 erbij gepakt. Dat gaat over informatieoverdracht. Bijna elk domein begint met een tabel met voorkennis. Bijvoorbeeld hier voor golven, domein B. Daar staat bekend verondersteld dat je een numeriek model kan ontwerpen en gebruiken. Daar geef ik aandacht aan in een andere examentraining. Nou, daaronder zie je nog, uh, de kandidaat kan een modeltaal voor een uh, computermodel in modelregels of in een grafische weergave, uh, dat, hè, dat ken je. Uh, dat heeft ook weer te maken met dat, uh, die eerdere voorkennis. Uh, je kent de, de verschijnselen geluid en echo enzovoorts. Je vindt bij de voorkennis uh, onderwerpen die terugkomen in andere domeinen uit het examen, maar ook uit de onderbouw. Dus lees die goed door. Dan het eigenlijke domein, B1. Uh, dat gaat over informatieoverdracht. En er staat altijd één overkoepelende eindterm en dan een aantal specificaties. Uh, dat is best wel handig om die specificaties door te lezen en te bedenken. Snap ik wat hier staat, zou ik dit kunnen, uh, komt het bekend voor? Zo niet, dan weet je waar je nog uh, gericht aandacht aan moet besteden. Nou, Bijvoorbeeld, hier staat dat trillingsverschijnselen, die moet je kunnen analyseren en grafisch weergeven. Ook weer hier weer aan de hand van een model. Uh, vakbegrippen worden hier genoemd, en dan bij puntje 2. Uh, je kan berekening maken aan eigen trillingen van een massa-veersysteem. En dat heeft te maken met eigen frequentie en resonantie. Dan vind je onderaan die tabel nog een, uh, een set uh, formules die je kan gebruiken. Die, daar moet je mee kunnen werken. En dit zijn ook de formules die je in BINAS moet kunnen terugvinden. Uh, alle formules die niet hier worden genoemd, in de syllabus dus uh, bij zo'n kopje, uh, die moeten in principe worden gegeven op het examen. Ook al staan ze in BINAS. Um, dat is wel handig om te weten dat je dus gericht met deze formules weet te werken. Oké, okay, een aantal gouden tips voor natuurkunde. Ten eerste, werk systematisch en geordend. Ga niet kriskras door het examen, daar word je alleen maar zenuwachtig van. Dus ga netjes vraag voor vraag alles af en probeer zoveel mogelijk antwoord te geven. Laat eventueel iets open en kom er later op terug. Um, maar ook binnen een vraag werk systematisch en geordend. Dat maakt het werk voor je docent makkelijk om het na te kijken, maar ook voor de tweede corrector die het met jouw docent eens moet zijn. Beantwoord alle vragen bij een opgave. Opgaves bestaan vaak uit meerdere uh, deelvragen en het, uh, ja, het risico bestaat dat je sommige van die deelvragen vergeet. Verdeel je tijd goed. Hou ongeveer aan twee minuten per punt. Als je dat aanhoudt, dan hou je ook nog wat tijd over. Je hoeft natuurlijk niet de hele tijd op je horloge te gaan zitten kijken, maar uh, als je een beetje uh, deze schatting aanhoudt, dan voorkomt het dat je in tijdnood komt aan het eind. En vaak zijn er aan het eind ook wel opgaven die goed te doen zijn. Let op het type vraagstelling in combinatie met het aantal punten. Um, als er een vierpuntvraag is, dan betekent het dat er best wel wat stapjes nodig zijn. Dus simpelweg daar het antwoord geven is niet voldoende. En het type vraagstelling, daar kom ik later nog op terug. Nou, controleer je antwoord op eenheid en op significantie. Dat is belangrijk, want vaak wordt het laatste punt gegeven op basis van die twee zaken. Dus altijd even kijken, heb je goed antwoord gegeven? Goed afgerond, staat er een eenheid bij? En ook een goede tip: reken altijd met SI-eenheden. Die vind je in tabel 4. Kun je altijd even terugzoeken wat de juiste SI-eenheid is. Uh, gebruik omrekenfactoren, dus uh, om bijvoorbeeld elektronvolt naar joule om te rekenen, of uh, meter naar lichtjaar, dat vind je allemaal in BINAS tabel 5. En gebruik uh, vermenigvuldigingsfactoren, dus uh, mega, milli, uh, nano, um, ja, dat zijn machten van 10 uh, als je ze invoert in je rekenmachine en die vind je in BINAS tabel 2. En tot slot uh, ja, noteer tussenstappen en de formules die je gebruikt. Uh, dat is heel belangrijk, omdat je daar ook vaak punten voor krijgt. Dus denk niet te snel, ik snap het niet, ik schrijf het ook maar niet op. Zonde, want het zou kunnen zijn dat er toch wel wat deelpunten te verkrijgen zijn. Nou, nog wat uh, tips voor het gebruik van BINAS. Uh, ten eerste, oefen het snel opzoeken van informatie. Als je nou gaat trainen voor het examen, oefenopgave gaat maken, dan raad ik je aan om dat te doen met behulp van je BINAS, zodat je snel de informatie daarin kunt opzoeken. Gebruik de inhoudsopgave en een register. Jawel, je binus heeft een inhoudsopgave en een register. Dus uh, zoek je iets over het fotoelektrische effect. Dan kun je dat in het register vinden. Uh, is wel zo handig. Nou, er zijn ook veel gebruikte tabellen. Uh, die geef ik in een handout. En ik zet dit filmpje ook op YouTube. En dan zal ik in de beschrijving uh, die veel gebruikte tabellen er ook bij vermelden. Zorg dat je die snapt en weet en weet dat ze bestaan. Nou, let op de eenheid. En de vermenigvuldigingsfactor boven een kolom als je iets opzoekt in BINAS. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dit is uh, tabel 8 uit mijn hoofd met uh, metalen en eigenschappen van metalen. En dan zie je daarboven staan bij de dichtheid 10 tot de derde kilogram meter tot de min derde. Dus schrijf dan niet op dat de dichtheid van aluminium 2,70 is. Nee, dat is 2,70 keer 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Ja, waar krijg je eigenlijk punten voor? Nou, natuurlijk voor het geven van een goed antwoord, maar er zijn ook nog wat standaard dingen waar je punten voor krijgt. En het is goed als je dat weet, zodat je daar rekening mee houdt en daarop let bij het antwoord geven. Ten eerste voor het completeren, dat is het laatste punt. En dat laatste punt, vaak van een berekening of bepaling, dat krijg je pas als er een eindantwoord goed is afgerond met de juiste eenheid. Dat heb ik net al vermeld. Uh, geen rekenfouten uh, mag je maken. En belangrijk, je mag geen denkfouten of een onjuiste vereenvoudiging toepassen. Dus als je een tussenstap fout doet, maar daardoor de vraag zo erg vereenvoudigt, dan mis je ook nog eens dat laatste punt. Dus stel je voor, een vraag heeft vier punten en je bent wel heel erg snel klaar. Het zijn maar één of twee regeltjes rekenwerk, dan heb je waarschijnlijk iets te veel vereenvoudigd. En dan krijg je dus dat laatste punt ook niet. Um, dan is er een punt voor het gebruik van een formule. Komt vaak terug uh, in de beoordeling. Wat betekent dat nou? Je moet ten eerste de juiste formule selecteren. Dus snappen welke formule je moet gebruiken. Schrijf die op. En vul tenminste één gegeven in, behorend bij de grootheid uh, die je invult. Uh, dus als je niet helemaal weet hoe je verder moet. Maar je weet bijvoorbeeld zeker dat je de tweede wet van Newton moet gebruiken. FRS is MLA. En je hebt een massa. Dan schrijf je die formule op. Je vult de massa in en goed, dat is het dan. Verder kwam je niet, maar dan waarschijnlijk heb je dan dat punt. Mocht dat in de beoordeling zitten. En heel vaak krijg je punten voor het opzoeken van gegevens. Vaak als er iets bepaald moet worden of als je een formule hebt, bijvoorbeeld over de gravitatiekracht, ja dan moeten daar getalletjes worden ingevuld. En dan kun je vaak wel raden wat er moet worden ingevuld. En dat moet je opzoeken in binas. Dus ook daar, als je niet weet hoe je verder moet. Zorg dat je de meest voordat liggende gegevens opzoekt en eventueel invult in de formule. Oké, okay, dan die examenwerkwoorden. Die zijn handig omdat ze vertellen wat voor soort antwoord er verwacht wordt. Dat worden ook wel handelingswerkwoorden genoemd. En nogmaals, ze vertellen je wat er van je verwacht wordt. De puntentoekenning is gekoppeld aan die vraagstelling. Dus als er een bepaling verwacht wordt, dan krijg je punten daarvoor voor die bepaling. Nou, let op dat er subtiele verschillen kunnen zijn met andere vakken. Daar ga ik niet op in. Zorg dat je dat aan je docent bij je andere vak vraagt of zoek het op in de syllabus van het vak. Uh, en nogmaals, die syllabus staat op www.examenblad.nl. Nou, ik heb nu een aantal voorbeelden van die examenwerkwoorden. Bijvoorbeeld het werkwoord bepalen. Wat betekent dat nou? Dit komt uit de syllabus. Het gevraagde vaststellen en/of uitrekenen uitgaande van gegevens in een grafiek of figuur in de opgave of andere informatiebronnen door het maken van een constructie. Nou, uit de uitwerking moet dan blijken welke formules en of principes zijn toegepast, welke waarden zijn gebruikt en welke stappen zijn gezet. Dit staat in de syllabus. En een voorbeeld is bijvoorbeeld is dit. Uh, dit komt uit een examen, je ziet een grafiek, snelheid- tijdgrafiek, en de vraag is: bepaal met behulp van die figuur op de uitwerkbijlage de versnelling bij de start van de hard, van hardloopse schippers die uit de figuur volgt. En dan moet je dus iets aflezen uit de figuur. Als je niets doet met de figuur, dan weet je zeker dat je, dat je mis zit. Dan uh, het examenwerk wordt noemen of aangeven wat, welke, wanneer of hoeveel. Dat is, uh, je moet een eindantwoord geven en een toelichting is niet vereist, tenzij anders is aangegeven. Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit. Twee punten voor het geven van de vervalvergelijking van fluor 18. Je hoeft dus niks uit te leggen, je moet gewoon de vergelijking opschrijven en natuurlijk moet die kloppen. Uh, vaak zijn het 1- of 2 puntvragen, ga daar dus niet een heel verhaal op hangen, want dat kost je heel veel tijd en het is helemaal niet nodig. Nou, tot slot, aantonen dat of laten zien dat: uh, dat gaat over het geven van een redenering of bepaling en of berekening waaruit de juistheid van het gestelde blijkt. Uit die uitwerking moet blijken welke stappen zijn gezet. In het algemeen geldt dat het gestelde controleren door middel van één of meer voorbeelden niet voldoet. Dus als je iets moet bewijzen of aantonen, dan is het niet voldoende dat je uh, één getalletje invult in een formule en laat zien dat het voor dat getal klopt. Er is nog een gerelateerd examenwerkwoord dat hierop lijkt. Dat is aantonen of iets zo is. Uh, wat is er dan anders? Ja, je moet zeggen of het juist of onjuist is. Um, je moet dus afsluiten met een conclusie. En een tegenvoorbeeld kan hier juist wel tot een conclusie leiden. Uh, want hoe zit dat? Als je, uh, een, uh, als je moet aantonen dat iets niet zo is, dan is één voorbeeld van dat het niet zo is al voldoende. Nou, hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit? Dit gaat om aantonen dat uh, het verband tussen de golfsnelheid en de spankracht in een snaar wordt gegeven door. Nou, ik heb wat weggelaten, er staat een formule in het examen met, uh, met wat gegevens. En daaronder staat de frequentie van de grondtoon van de E-snaar van deze gitaar is 85 Hz. Toon dit aan. En je ziet al, het zijn vijf punten. Je weet zeker dat je de formule moet gebruiken. En daar moet dus iets uitkomen, namelijk die 85 Hz. Oké, okay, nou een paar tips voor als je vastloopt. Het gaat vast gebeuren en dat is helemaal niet erg. Dat is heel normaal. Uh, dus raak daar niet over, niet in de stress. Uh, volg een beetje een vaste aanpak. Lees vanaf het begin de vraag en onderstreep of archeer belangrijke zaken. Noteer gegevens en het gevraagd in symboolvorm. Maak een schets van de situatie. Let op het type vraag, heb ik net verteld. Hè? Bereken of bepaal. Bedenk over welk onderwerp het gaat. En zoek dan bij dat onderwerp de formules op in Bieners Tabel 35. Geen formule gevonden? Soms kan je de eenheden gebruiken, bijvoorbeeld uh, zoveel deeltjes per seconde. Nou, dan aan die eenheid kan je dan zien wat je zo ongeveer moet doen. Kun je een evenredigheid gebruiken, bijvoorbeeld. Oké, okay, ik heb hier nu een voorbeeld van. Um, dat heet uh, In de Zon, is dus een opgave uit 2019, het eerste tijdvak. En um, pak er dus weer even een binus bij en een stuk papier. Uh, de vraag is uh, als volgt: uh, Die staat hier. Pauseer nou even de film de video en lees zelf de vraag en probeer zelf antwoord te geven op deze vraag met behulp van dat stappenplan dat ik net heb gegeven. Oké, okay. de eerste stap was het aangeven van belangrijke begrippen. Dit heb ik aangestreept. Dan heb ik een schetsje gemaakt. Nou, het gaat over de zon en, en, de, en de aarde, dus ik heb uh, heel schematisch de zon en de aarde getekend, de afstanden erbij en ik ga nu de gegevens in symboolvorm opschrijven. t is 5,78 keer 10 tot de derde kelvin. Nou, er staat in de vraag iets over die intensiteit, maximale intensiteit. Die moet ik dan blijkbaar aflezen. Laat ik dat dan maar doen. Dus die heb ik afgelezen voor de zon en voor de aarde. Um, en je ziet dus al dat je moet iets moet aantonen en met behulp van een bepaling. Nou, ik weet dus, ik moet iets bepalen uit die grafieken. Dat heb ik net gedaan. Dat is iets wat je sowieso kan doen en wat vrij voordelend ligt. Dan heb ik bedacht, dit gaat over de kwadratenwet. Is al gegeven in de vraag. Zoek de formule op. Heb ik opgeschreven. Ja, er komt een R in voor, dus ik zoek dan maar op de afstand tot de zon. en uh, Sorry, de straal van de zon en de afstand tot de zon, in die volgorde. Uh, en nou, moet je, nou begint het denk denkwerk. Uh, ja, wat zegt die kwadratenwet? Die kwadratenwet zegt als je verder wegkomt, hè, als R groter wordt, dan wordt de intensiteit kleiner. Namelijk, als je twee keer zo ver wegkomt van een zon of ster, dan wordt de intensiteit vier keer zo klein. Dus je moet iets met die verhoudingen gaan doen. Nou, dan ligt het voor de hand om te kijken naar het kwadraat van uh, die afstanden. En als je de afstand aarde zon in het kwadraat doet, dan is dat uh, 46.000 keer de straal van de zon in het kwadraat. En dat zou dus moeten betekenen dat diezelfde factor zit tussen die intensiteiten. Nou, die waarde heb ik daar staan. Uh, die kun je uitrekenen. En de intensiteit van de zon, de maximale intensiteit van de zon, is 40.000 keer de intensiteit van de aarde, maximaal. Nou, dat heb je dan geconstateerd en dat klopt dus aardig. Dus in beide gevallen gaat het om een orde van 40.000 uh, verschil uh, tussen die, die twee waarden. Nou, waar kon je hier nou de punten voor krijgen? Ten eerste voor het uitlezen, aflezen van die maximale intensiteit. En dat was best voor de hand liggend, want dat stond dan een beetje in de vraag. Heb je een punt? Het opzoeken van die formule, of het gebruiken eigenlijk van die formule, heb je een punt voor. Dan het opzoeken van de afstanden, de straal van de zon en de afstand aarde-zon. Het ligt ook best voor de hand als je weet dat het om de kwadratenwet gaat. Uh, dus je hebt sowieso al drie punten. Als je een beetje uh, ja, doorzet, als je denkt vast te lopen, heb je drie punten. Nou, het moeilijke werk is dan nog echt die kwadraat, hè, dat bedenken dat het om het kwadraat gaat en om die verhoudingen uit te rekenen. Uh, maar als je dat doet met de conclusie, dan is dat het laatste punt. Dat is het, dat is het completeren. Oké, okay, dan komt het ook vaak voor dat je verbanden moet afleiden. Uh, ook daar is een stappenplannetje en een, een aanpak die je kan volgen. Uh, ook al vind je dit moeilijk of denk je dat je het niet kan. Uh, dat maakt helemaal niet uit. Probeer gewoon te beginnen en schrijf wat dingen op. Nummer 1 is dat je de onderwerpen vaststelt. Dus denk na over welk onderwerp gaat dit. Zoek dan weer de bijbehorende verbanden op formules in BINAS tabel 35. En daarom nou is het belangrijk dat je goed kijkt waar moet ik naartoe werken. En welke formule ja, lijkt daar het meest op. Dus welke formule ga ik als basis gebruiken om vanuit te werken. Dan vervang je alle grootheden die je niet wilt. Soms moet je iets aantonen dat iets zo is. Dus dan zie je al welke grootheden niet voorkomen in dat verband. Ja, die moeten geëlimineerd worden. Die moet je uh, vervangen. Het kan ook zijn dat je gewoon een verband moet afleiden zonder dat je weet waar je naartoe werkt. Maar dan staat er vaak wel in de vraag. Toon aan, laat het verband zien tussen die en die grootheden. Dus dan weet je ook op basis daarvan welke grootheden niet in je antwoord moeten voorkomen. Nou, eventueel zoek je, dus werk je toe naar het gevraagde, dat heb ik eigenlijk net gezegd, als je weet waar je naartoe werkt. Een voorbeeld hier, hierbij: dat gaat over diffractie uit 2019, tweede tijdvak, de herkansing. Ik heb wat weggelaten, maar dit is de vraag. Het ging over een versnellbuis waar elektronen door een elektrisch veld worden versneld. En dan uh, krijg je diffractie, buiging. Um, en dan staat deze vrager. Opnieuw, pauzeer hier de video en probeer deze vraag eerst zelf met behulp van dat stappenplannetje op te lossen. Oké, okay, stap 1 is eigenlijk te bedenken weer van wat is er belangrijk. Het gaat hier om een de broeigolflengte en er wordt een versnellspanning. Gegeven. Nou, die Broglie golflengte, daar zoek je dan de formule bij op. Die vind je in binas 35E4. En dat is lambda is H gedeeld door p. Maar dat p impuls is H gedeeld door M keer v. Dus zo weet je dat lambda is H gedeeld door M keer v. Nou, die versnelspanning, daar heb je ook formules voor. Dat heeft te maken met elektrische velden, dat is 35 d2. Uh, dan vind je deze formules en dan zie je de elektrische energie heeft te maken met de lading en de spanning van het deeltje. Uh, en dan die kinetische energieverandering heeft te maken met een afname van de elektrische energie. Ja, dus blijkbaar moet je iets met kinetische energie. Dan zoek je die op. Die staat in Binnenstabel 35a4. En dan vind je een half mv. Maar misschien wist je dat uit je hoofd. Oké, okay, dus formules hebben we opgeschreven. Um, van welke formule gaan we uit? Nou ja, er staat al lambda is. En dat staat ook in de formule voor de de Broglie-golflengte. Dus die formule gaan we gebruiken: lambda is h gedeeld door m keer v. Maar in het antwoord komt uh, v niet voor, de, uh, de snelheid. Die massa wel, die laat je lekker staan, maar die snelheid komt niet voor. Waar komt die nou nog meer voor? In de formule van kinetische energie. Dus met behulp van die formule kun je de snelheid elimineren. Dan is dit het omschrijven van de formule. Dus v is de wortel uit twee keer de kinetische energie delen door de massa. Maar die kinetische energie komt ook niet voor, dus die moeten we ook elimineren. En die komt weer voor in de formule voor de versnelling. Uh, formule. Uh, voor die versnelspanning. Dat, als je dat combineert, dan zie je dat de kinetische energie van een deeltje dat uit stilstand versnelt. door een spanning U uh, gelijk is aan E keer U. Dus de lading van het deeltje, het is een elektron uh, Dus ik heb E hier ingevuld tot het elementaire ladingskwantum. keer de spanning. Uh, minnetje heb ik hier weggelaten, want het gaat gewoon om een, om een totale energie, een toename van energie. En dan valt dat minnetje weg. Nou, dan uh, hebben we nog v is, hè, dit was van net, v is de wortel uit twee keer die kinetische energie gedeeld door de massa. Dan vul ik daarin e keer u voor de kinetische energie. Uh, dan is dus de snelheid gelijk aan de wortel uit twee keer e keer u gedeeld door m. Dat lijkt al meer op waar je naartoe moet werken. Alleen, ja, nu staat er gedeeld door m, maar in het antwoord staat keer m. Maar we moeten dit nog invullen in de formule voor de de Broglie golflengte. En als je dat daar invult, dan staat er in de noemer... Ik heb het hier op één regel gezet. En dan staat er massa keer de wortel van iets delen door de massa. Nou, dus dat is massa. Uh, die moet je onder die wortel halen, Noem je in het kwadraat. En dan staat er onder de wortel massa kwadraat delen door massa. Dan krijg je dus precies dit. En dat is het gevraagde. Je krijgt een punt voor uh, het inzicht dat je die de Broglie-golflengte moet gebruiken. Je krijgt een punt voor die EK is EQ U. Dus dat zijn twee punten die je best snel al te pakken hebt. En het moeilijkste is om dit allemaal te combineren. Dat kost misschien best veel tijd. Ga daar dus niet te lang over doen. Let op de tijd. Um, maar als je dat hebt gedaan, dan heb je ook voor de conclusie een punt. Wat ik hiermee wil laten zien is dat je best snel al die eerste paar punten te pakken hebt als je een vaste aanpak volgt. En dat het kan zijn dat het laatste puntje heel veel tijd kost. Ga die tijd er niet in steken, want twee derde van de punten van deze vraag heb je dus al snel te pakken. Ik kom alleen terug op dat laatste punt als je tijd over hebt. Oké, okay, dan zijn er ook wel eens vragen waarbij je iets moet doen met een eenhedenbeschouwing of een afleiding. De aanpak is weer als volgt. Uh, schrijf die formule eerst op, zet dan rechte haken om de grootheid en dat betekent de eenheid van die grootheid. Waarom uh, doen we hier zo moeilijk over? Omdat uh, de letter M kan betekenen de massa, dan hebben we het over een grootheid, maar het kan ook betekenen meters. En het kan zelfs zijn dat die twee in één formule voorkomen. Dus maak onderscheid tussen grootheden en eenheden, anders raak je in de war. En dat doe je dus met die rechte haken. Nou, dan zoek je de eenheden uh, op in BINAS of in de opgave, soms worden ze gewoon gegeven. Dan vul je dat allemaal in en dan ga je vereenvoudigen. En ook hier zul je zien dat die eerste drie stappen, die heb je snel te pakken. De laatste is soms wat lastig. Nou, nog wat tips. Uh, getallen en wiskundige constantes, zoals pi... Die hebben geen eenheid. Dus als je naar een eenhedenbeschouwing kijkt, dan kun je die gewoon weglaten. En een macht kan geen eenheid hebben. Want wat betekent bijvoorbeeld uh, meters tot de macht kilogram? Dat, dat kan je niet meten, dat bestaat niet. Dus als er iets tot de macht staat, dan weet je dat die macht geen eenheid kan hebben. En grootheden die je bij elkaar optelt, die moeten dezelfde eenheid hebben. Ook grootheden die aan weerszijden van een gelijkteken staan, hebben dezelfde eenheid. Oké, okay, heb ik hier weer een voorbeeld van uh, het uitrijden van een auto? Uh, dat is uh, 2018 examen, tijdvak 1. E. Nou, dit is de vraag. Opnieuw, lees hem eerst zelf. Uh, Pauzeer de video en probeer hem uh, zelf te maken. Oké, okay, je begint weer eerst even met het aangeven van uh, de belangrijke dingen. Je moet iets afleiden. Uh, in basis eenheden is belangrijk. Uh, de tabel wordt er zelfs bij gegeven: 3a. En we hebben een formule. Dus stap 1 is, schrijf de formule op. Zet een rechte haak om de grootheden. Vul dan de eenheden in. Voor Newton, uh, van, hè, de eenheid van de luchtweerstandskracht, vind je uh, Newton is kilogram keer meter per seconde kwadraat. Staat gewoon in binnenstabel 4. Dus die schrijf je vast op. En uh, dan vul je alles in. En dan ga je dit vereenvoudigen. Ik uh, heb hier eerst uh, het kwadraatje uitgewerkt rechts. En nu heb ik gedeeld door de seconde tot de min 2, die valt weg. En nu deel ik nog door de meters. En dan krijg je dat de eenheid van k is kilogram keer meter min 1 of kilogram per meter. Dat is hetzelfde. Waar krijg je nou punt voor? Dit inzicht dat Newton is kilogram keer meter per seconde graad. Nou, dat stond gewoon in Bina's, dus dit ene punt is bijna gratis. En natuurlijk voor de conclusie, dat is het laatste punt. Ik hoop dat deze uh, examentraining uh, voor natuurkunde geslaagd is. En uh, ik wens je heel veel succes met het examen. Uh, en een laatste tip, geef je docent het nakijken.